Hoi Tom. Hoi Tom. Nou, Pinkpop is bekend. Ja. Ja, de hamvraag, hè? De Boris van der hamvraag. Ja. Wat is jouw eerste indruk? Maar Tom, laat ik even nog terugkomen op onze eerste post van vandaag. Ja. Dat als ik door jou mijn toekomst zou laten voorspellen, dan zou ik altijd ervan uitgaan dat het tegenovergestelde gebeurt. Ja. Want we hebben geen Marco Borsato. Nee, vandaag is... Zeker geen Bon Jovi. Nee. We hebben maar wel Donnie. Wel Donnie. Donnie. En uit Nederland, nu we toch even in Nederland bezig zijn, we hebben bijvoorbeeld Delict. Ja. Miss Montreal, Blauwtsoen. Ja. Ronnie Flex en Lille Kleine. Niet samen, maar wel allebei weer aanwezig. Ja. Blackbird trouwens. En daar heb je meteen iets te pakken, want we hebben heel veel acts die we al een keer de afgelopen 2-3 jaar gezien hebben. Ja. Maar goed, daar komen we misschien dadelijk nog eventjes op. Eigenlijk het algemene, want dat vroeg je mij, het algemene beeld van de line-up. Ja, het is eigenlijk denk ik uiteindelijk als een fles wijn, die moet een beetje beklijven. Dat is misschien de eerste smaak niet zo lekker en daarna denk je, god, dat valt eigenlijk best wel mee. Ja. En dat is deze line-up denk ik ook wel, want we hebben eigenlijk een paar hele goede headliners, dat wisten we al. Mm-hmm. En er zijn een aantal leuke sub-headliners bijgekomen. Met name Snow Patrol, die al jaren niks meer gedaan hebben en die opeens weer terugkomen. Ja. Oscar de Wolf is een goede act. Noel Gallagher is een goede act. De script trekt heel veel mensen. Editors, die wisten we ook al. Maar daaronder, daar beneden, dus de wat kleinere namen door de dag heen. Ja. Ja, daar lijkt het, zoals het zo mooi heet, in de breedte geprogrammeerd. Mm. Dat is natuurlijk ook zo. En maar we hebben het er net eigenlijk over, als je het allemaal achter elkaar gaat zetten, dan heb je daar toch wel gewoon een Oasis-lid. Dan heb je daar toch wel Michelle David en de Gospel Sessions. Nou, we weten nog met Sharon Jones. Brian Fallon van Gaslight. Ja, we weten nog met Sharon Jones in 2012. Wijlen Sharon Jones helaas. Dat een soulfeestje op zo'n festival fantastisch kan wezen. Absoluut. Zeker. Veel dance ook trouwens. Maar wel grote namen in de dance. Met name Don Diablo. Oliver Helden. Dat zijn toch... He, als je in het genre thuis bent, ik ben er niet zozeer, maar dan uiteindelijk, als je er langer naar gaat kijken, wat Tom al zei, andere Tom, met die fles wijn. Ja. Moet ik er wel bij zeggen, dat ik wel vind, en dat vind ik eigenlijk al een paar jaar, maar goed, of dat nou typisch iets voor Pinkpop is, dat weet ik niet, maar er zijn wel, denk ik, een aantal bands waarvan je je moet afvragen uiteindelijk of dat wel bands zijn die nog zo relevant zijn dat ze een hoger spot op een festival line-up moeten krijgen. Dan noem ik bijvoorbeeld een band als de Cooks die echt sinds 2008, 2009 nou, geen deuk in het spreekwoordelijke pakje boter hebben geslagen. Nee. Maar ook, ja, ik had er net nog een dat ik dacht van ik vind dat wel prima. Daar kom ik even niet op. Maar years and years misschien? Ja, years and years. 2 jaar geleden stonden ze al hier en hadden ze een hele grote hit. En dan denk je, ja, nou, dan past dat. Maar de laatste 2 jaar was het ook daar heel erg stil. En vals. Toen was het heel erg vals. Ja, en The Offspring is misschien ook zo'n band. The Offspring, The Offspring doet mij een beetje denken aan zo'n band als Kaiser Chiefs vorig jaar. Die zijn niet meer zo relevant. Maar ja, het is op zo'n Limp Bizkit ook een paar jaar geleden. Ja, allemaal niet meer relevant. Maar ja, waarschijnlijk wel goed voor een feestje. Overigens, dat die Offspring werd aangekondigd, was een van de weinige momenten vandaag dat de mensen in Paradiso ook echt enthousiast werden van hun naam. Dat verrast dan, want het was over het algemeen redelijk stil, mat. Ja. En dat is natuurlijk ook wel een teken aan de wand. Of de organisatie zich dan ten opzichte van de kaartverkoop zich zorgen moet gaan maken, ja, dat weet ik niet. Want ik denk met die headliners komt dat vast wel goed. Ja. Ik denk, zou zeggen, vroeg opstaan zaterdag en allemaal koffie drinken dat je wakker blijft. Want daarvoor zal het waarschijnlijk wel uitverkocht gaan raken. Niet voor die bandjes in de breedte, denk ik. Dat denk ik ook niet. Laten we niet vergeten dat we zeggen toch maar even, onze eigen Aisha Sherif. Absoluut. Toch mooi op de vrijdag, dezelfde dag als Pearl Jam. Sorry, dat is weer even mijn ding. Fan moment. In The Garden of Love speelt. Dat is gewoon te gek. Ik weet nog dat ik ondergetekende bij een zekere kunstbende mocht jureren. En jazeker, Aisha. Ik dacht niet dat... Ik wil het niet naar mezelf toetrekken. Absoluut niet. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar wel al direct gezien van... Hé, maar daar zit iets heel bijzonders in. En nu is dat ook door Pinkpop ontdekt. Ja, dus we hebben op vrijdag niet 1, maar 2 Limburgse act. Dat is gaaf. Ja. Ja, goed. En jongens, bedankt voor het kijken in ieder geval. Zeker weten. En tot snel. Doei. Hoi.